Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Graat, leren photoshoppen. En vandaag gaan we beginnen met de les 222. Ik heb deze jongen Tim genoemd. En ik wil de naam Tim willen gaan gebruiken in de letters, dus T-I-M. En daar wil ik zijn foto in laten doordrukken. Hoe doe ik dit? Dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Als eerst, als je hier een slotje hebt staan, klik je daar dubbel met je linkermuisknop op en dan klik je daarna op OK en dan zul je zien dat het slotje is verdwenen. Daarna ga ik hier naar de tekst toe. Ik heb Arial Black gekozen. Lekker vet. En ik heb een grote, zeg maar 148 gekozen. Kies ik voor Tim. Ik doe daarna Ctrl. Ik maak hem groter. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden. En dan doe ik de andere kant precies hetzelfde. Zo. En daarna klik ik dus hierop. Wat ik doe, is ook deze laag, eentje omlaag halen. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden, sleep ik hem dus onder deze laag. Dan ga ik naar deze laag toe, rechtermuisknop en dan create een clipping mask. Dan ga ik hier naar de pijltoets en dan kan ik Tim op een bepaalde manier erin zetten. Ik kan nog met Ctrl-T werken, zodat het oog ook nog een beetje deze kant in komt. Kijk zo. Kijk, dat is mooi. En dan zie je dus dat ik Tim heb verwerkt in de letters Tim. Een korte les, leuk om te weten en je hebt weer wat geleerd. Jongens, ik ga je spreken. De groetjes, hei hei.